Het is een Koolhoven tweezitter die wij betrekkelijk kort voor de oorlog, laat ik zeggen in 1937, toegedeeld kregen als uitbreiding van de vloot. En dus de vlieger zit voorin en de waarnemer zit hier achterin. Luchtgekoelde motor, 230 maximaal 240 per uur. Dan horizontaal natuurlijk in de duikvlucht al wat meer. En hetzelfde geldt voor die C5 ongeveer. Hetzelfde type. Dus het probleem was natuurlijk in de oorlogsdagen dat we veruit in de... Ik zet hem weer weg hoor. Dat we veruit in de minderheid waren qua kwaliteit van toestellen. Qua aantal helemaal, maar qua kwaliteit. Omdat die Messerschmitts en zo, die waren ongeveer twee keer zo snel. En gestroomlijnd, alles veel moderner. Ook een veel latere ontwikkeling. Je had 20 vliegers en 20 waarnemers en 2 meteorjongens. De sfeer was een beetje avontuurlijk, een beetje qua jongensachtig. Een beetje, ja, je had een reuze leuke opleiding. En het was natuurlijk als kwil van 20 in die orde. Was natuurlijk een mooi vak. Hè? Je werd rondgevlogen of je vloog zelf rond. En ja, je zag de wereld van een andere kant. En ja, we waren allemaal gemobiliseerd en er gebeurde allemaal niks. En ze waren ook met Polen bezig, met die kant op. En het leek allemaal heel rustig. Totdat ze in april 40 Noorwegen binnenvielen. Toen begon het wat meer te dreigen. Maar nog steeds gelovende dat de neutraliteit van Nederland gerespecteerd zou worden. En toen dat op 10 mei niet gebeurde, waren we natuurlijk allemaal pisnijdig. Ik bedoel, je had natuurlijk zwaar de schurft in dat het toch gebeurd was. En dat gaf een zekere nijdigheid. Zodat niemand er eigenlijk erg bij stilgestaan heeft dat het voor ons toch linkersoep was. Maar later heb je wel gedacht dat het naïef was om dat te denken dat het niet zou gebeuren. Dat was een beetje naïef natuurlijk. En op de ochtend van 10 mei was mijn collega Hessel van Huizen was officier van piket. En die is 's ochtends omstreeks 4:30 kwam er een D21, geloof ik, van Schiphol. Die kwam munitie laden. En hij zei, hij wist niet wat er was. Hij had toen nog geen bericht officieel van de generale staf dat er oorlog was. Maar die kerel zei, het is oorlog, wij zijn al beschoten op Schiphol. En kan ik ook munitie bijladen? Ik weet niet meer wie dat was. Het zou een jonge persman geweest kunnen zijn, maar het kan ook een ander geweest zijn. En hij heeft dus alarm geslagen. Wij waren in het dorpje Noordwekkerhout ingekwartierd allemaal. Ook mijn commandant, de majoor Raland en de verdere mensen. En die heeft die motorordonnans uitgestuurd. En wij zijn hals over kop naar het veld gekomen. En hij heeft dus vervolgens als eerste om 6:00, denk ik, 6:30, weet ik niet, opdracht gekregen om in de regio, in de omgeving eens wat te kijken wat er aan de hand was. Want er waren toen al geruchten van paratroopers enzovoort. En toen heeft hij boven Valkenburg, dat was het veld wat later voor de marine is klaargemaakt, zag hij al een stel U-52's, die waren al geland. Daar kwamen dus paratroopers uit. En dat heeft hij gemeld en toen ben ik, denk ik, om 8:00 met 2 andere toestellen, samen met de vliegers natuurlijk, met 3 toestellen uitgestuurd om dat wat beter te verkennen en de verdere omgeving te verkennen. Dus ik ben om, denk ik, 8:00, maar nou vroeg in de ochtend zijn we ook uitgestuurd. En is mijn eerste vlucht geweest naar onder andere Valkenburg en verder Leiden en nog wat verder langs de kust om te kijken wat er waar was, of we iets konden verkennen van vreemde troepen in de duinen, want die verhalen gingen natuurlijk onmiddellijk. En onder andere ben ik ook boven Valkenburg geweest, want we hadden begrepen dat daar Duitse kisten stonden die we misschien wel goed konden beschadigen en aanvallen. Dus ik had 4 bommetjes van 25 eronder en achtermitrailleur, de vliegtuigmitrailleur ook, geladen allemaal, uiteraard geladen. En toen boven Valkenburg zag ik ook al die kisten staan, die werden een beetje op elkaar geschoven, zodat er nog meer bij konden. Maar je zag toen al dat een aantal waren toch een beetje weggezakt in de modder, want Valkenburg was nog niet vrijgegeven als vliegveld. Dus die zijn er waarschijnlijk ook nooit uitgekomen, bovendien zijn ze kapotgeschoten. We hadden wel begrepen, je moest niet te hoog vliegen, want die Duitsers zaten altijd ergens in de lucht. Dus we moesten een beetje gronddekking houden. Maar ja, om die bommen te gooien zou ik eigenlijk op 400 meter moeten zitten.
Want die bommen hadden dus een vinder achter. Die moesten voldoende draaiing hebben om te kunnen exploderen als ze op de grond kwamen. Nou, dat hebben we geprobeerd. Maar toen zag ik dus hier in de vleugels van die doekbewapening zag ik flitsjes. Je zag verder niks. Ja, hé, wat gebeurt er? En daar nog eens. Toen zei ik tegen mijn vlieger, ik zei, nou, dat is toch wel linker, moet het toch wel weer omlaag. Achteraf bleken dat op de grond kogelgaten. We werden van de grond af beschoten door die Duitsers met mitrailleurs. En dat zie je niet, maar je ziet alleen iets snel bewegen. Dus toen heb ik op veel lagere hoogte heb ik die bommen afgegooid in de hoop dat ze toch wat deden. En vervolgens zijn we een aantal vuurstoten afgegeven op de jonkers. En dat was het dan eigenlijk, hè. Dus dat was niet zo heel heftig en deftig ook niet, maar ook niet erg moedig. Maar ja, dat was het enige wat we doen konden op dat moment. Nou ja, verder zijn er van ons uit nogal wat vluchten gemaakt, diverse vluchten. Ik denk op de derde dag is er een vlucht gemaakt, geprobeerd te maken naar Kornwerder Zand. Want die jongens daar aan het begin van de afsluitdek, dus de oostelijke entree, die werden ontzettend beschoten door Duitse artillerie. En die wouden wel eens een keer wat rust hebben. Dus de opdracht was om te proberen met C-5'en daar naartoe te vliegen en die artillerieopstellingen te bombarderen. Nou, dat hebben we wel geprobeerd. Het eerste toestel is met motorpech bij Middenmeer. Dat was toen ook al een airstrip, Middenmeer in de polder. Is daar geland, die kon niet verder. En de andere twee die zijn, ik geloof, tot het monument ongeveer gekomen. We werden zo achterna gezeten door die Messerschmitts die er natuurlijk ook boven zaten. En die zijn heel laag langs de dijk weer teruggevlogen. Die hebben ze nooit verder kunnen brengen. Want het was natuurlijk, ja, het had geen zin om, als het zo'n overmacht was en je wat hoger kwam, want ook daar moest je die bommen op minstens 400 meter hoogte afgooien, anders werkte het onvoldoende, om daar door te gaan. Dat had geen enkele zin. Dus die zijn onverrichte zaken teruggegaan. Er zijn meerdere vrijwilligersopdrachten geweest. Die waren zo riskant dat ze gezegd hebben, nou ja, wie wil dat doen? Toen hebben zich een aantal mensen opgegeven, onder andere, ik meen, nou, die naam moet ik ook niet noemen, dat is ook niet zinnig, maar een gehuwde waarnemer. En toen hebben een aantal jongeren gezegd, Ben Zwageman en Peter Wildschut van mijn jaar allebei, die hebben gezegd, nee, dat moet niet, dat doen wij. Die hebben geloot en Ben heeft ingeloot. Ben vloog dat dus. En die is er nooit meer teruggekomen. En Paul Schouten, er werd hetzelfde, werd gevraagd voor de jachtvliegers die voor de begeleiding zorgden. Was Paul Schouten, ik meen dat de andere Bodo Zandberg was. Bodo Zandberg is er wel uitgekomen. Die heeft zich kunnen onttrekken aan die Messerschmitts. Maar Paul Schouten is met die D21 dus ook gesneuveld, afgeschoten. Ja. Naar de Grebbe zijn drie toestellen naartoe gegaan. En die zijn er wel gekomen. Alhoewel ze in de buurt van Zeist al uitvoerig werden beschoten door eigen, ze zijn heel laag vliegend, door eigen mensen, omdat die natuurlijk niet zagen wat er was. En een vliegtuig hoorde meteen, maar begonnen te schieten natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Maar dat was gelukkig goed afgelopen. Ze zijn bij die Grebbe gekomen, geprobeerd hoger te komen, maar dat ging ook helemaal niet, dat was helemaal niet. Eén van die toestellen is geland tussen de linies, genoodland. Theo Frins van mijn jaar en Van Liem, tussen vlieger. En een andere is weggedoken voor de dreigende beschieting van die Messerschmitts de Betuwe in. En is daar min of meer tegen een dijk tot stilstand gekomen. Wel heel. En de derde is ook in die Betuwe geland. Dus dat was ook niet zo erg zinvol. Het verhaal van Theo Frins en Van Liem was dat het was om 4:00 op de middag in die orde. Theo Frins had een Indische jeugd en die zei tegen zijn vlieger, nou moeten we plat blijven liggen in de hoop dat we bij de schemering naar onze eigen troepen kunnen sluipen. En Theo heeft daar heel keurig al die tijd piepstil gelegen en Van Liem kon dat niet volhouden. Die zegt, nou luid, ik ga toch me overgeven, ik ga naar die mensen toe. Die is er meteen neergeschoten. Dus dat was niet zo plezierig allemaal, hè. Nou, verder ben ik zelf nog een keer uitgezonden geweest naar richting Rotterdam. Ik heb de Staten Dam in de verte zien fikken.
met de opdracht om in de buurt van Ockenburg te kijken of we daar nog wat konden versieren en zo mogelijk door te dringen tot Rotterdam. Maar ook met twee andere toestellen. Maar ik herinner me wel dat we hebben in de buurt van Ockenburg gemeend dat we daar dus ook om gevochten. Het vliegveld Ockenburg is bezet geweest door de Duitsers. We dachten dat we daar vijandelijke stellingen hadden gevonden. Die hebben we ook, dat is ook wel zo, die hebben we ook gemitrailleerd, hebben we beschoten. Maar een beetje grof, dus dat weet ik niet helemaal de resultaten van. En we hebben geprobeerd tot Rotterdam door te dringen, maar dat was onmogelijk, tenzij je jezelf meteen opofferde. Dus het was allemaal niet zo succesvol. Nou ja, ik kan me niet herinneren dat ik toen echt bang geweest ben. Echt bang. Ja, dat is niet te begrijpen. Maar je was zo druk bezig. Ik was in de tussentijd ook nog benoemd tot chef wapenkamer. Want we kregen nogal wat toestellen van elders. Die moesten telkens weer nieuwe munitie hebben enzovoort. En daar had ik het ook nog druk mee om dat zo snel mogelijk, efficiënt mogelijk te regelen. En dus ik denk dat je zat niet met je handen over elkaar. Dus dat je deed wat. En als je niks doet, is het veel erger. Het monument op Soesterberg, dat is een naald, een grote naald van een meter of 5 hoog, misschien wel hoger, denk ik. En dat is opgericht in 1923, dus 10 jaar nadat de luchtmacht is ontstaan. En behalve dat het een monument was voor onze gevallen kameraden, allen dus, is het nu inmiddels ook een monument geworden voor alle gesneuvelden van de luchtmacht. Er zijn van de meidagen 76 gesneuvelden. Maar niet alleen vliegers. Alle. Ook mechaniciens die gerot gewerkt hebben. Bewakingstroepen die eronder vielen. 76.